Dit filmpje wordt mede mogelijk gemaakt door RTV Media. En dan even het volgende. Hallo, ik ben William Diende. Volg me voor het 23 april, dan vecht ik het toernooi Almere, WFL. Volg me met trainingen tot de 23e voor het toernooi. Dit is mijn Sen. Dus, Oes, volg me met trainingen, alles erbij. Oes. Jongens, wees erbij. 23 april vecht William de Machine Diende in het toernooi. Viermans toernooi, gaat er ontspannen. Ze worden gevolgd door ITV Nederland. Tot aan de wedstrijd toe, dus blijf erbij. Blijf online, blijf hem volgen en als het even kan, kom hem supporten. 23 april in Almere. Push up.
Er komen nog veel meer mooie dingen. Volg mij. Dan zul je zien hoe dienst je leven is met trainen. Nog een rondje lopen. William diende de machine. Waarom de machine, William? Waarom die bijnaam? Waar komt die vandaan? Die heb ik heel lang geleden, toen ik bij Fred Royce begon. Fred Royce, bekende trainer in de kickboksen. Daar heb ik getraind. Die heeft mijn A-klasse gemaakt. En daar was een meisje die bij hem trainde. En die noemde mij in één keer zo de machine. Eigenlijk is vanaf die dag is die naam ontstaan. Toen was ik een jaartje of 19. En dat is geleden hoe lang? Een jaartje of 10? Ja, ik ben al 37, dus toen was ik een jaar of 19 dat ik die naam kreeg. En je bent toch al een van de oudere vechters die toch nog zijn toernooien gaat draaien? Ja, ik weet niet. Ik vind het vechten leuk. Door de jaren heen heb ik wel mindere periodes gekend natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste tijd weer goed in de lift zit. En ja, ik vind het spelletje gewoon leuk. Ik vind het leuk om te vechten. Maar WFL, 23 april. Een comeback van William Diender. Ik hoor in de wandelgangen een rematch. Ja, ik vecht een partij tegen Shams Wikiri in het toernooi. Het is een viermans toernooi. En het zegt het eigenlijk al, vier mannen. Vier mensen zitten erin. En dus twee partijen. En dan als je de partij wint, dan vecht je nog een partij. En ik vecht mijn eerste partij tegen Shams Bekiri. Dat is een jongen uit Zwitserland, een Albanische jongen. En ik vocht vorig jaar in Zwitserland tegen hem. En toen sloeg ik hem drie keer in de tweede ronde sloeg ik hem drie keer neer. Toen kreeg hij twee keer acht tellen. En toch desondanks heb ik die partij toen verloren. En daarom nou de rematch. Om iedereen te laten zien en te overtuigen dat je hem weer ter de grond aan kan slaan. Ja, de rematch is gewoon omdat ik vond dat het erg oneerlijk was. Ik had die partij gewoon gewonnen. Dus dat was duidelijk. En ik ben wel gretig daarna om het even te verven natuurlijk met hem. Maar we toch een tijdje niks meer verdiende gehoord. En in één keer weer volop in de stijging. Klopt, ik heb wat mindere periode gehad. Dus veel mensen zien jou op tv of op internet. Zien jouw wedstrijden. Ik denk allemaal dat het goed met je gaat, maar mensen zien niet wat je ervoor moet doen en wat je ervoor moet laten. En ik ben ook een mens. Ik heb ook stress. Ik heb ook problemen. Begrijp je? Dus die heb ik een poos gehad. Dus met andere woorden, geestelijk niet sterk, mentaal ook niet? Nee, als jij. Dus voor elke sportman in het algemeen is het verschillend natuurlijk. Maar ik ben een jongen die. Ik ben een emotionele vechter. Ik moet niks aan mijn hoofd hebben en dan functioneer ik goed. Als ik dingen aan mijn hoofd heb, als ik problemen aan mijn hoofd heb, dan kan ik niet functioneren en dan gaat alles fout. En op het moment dan functioneer je als een V12, hè? Ja, op het moment gaat alles goed. Mijn privéleven gaat goed. Dus ja, zoals ik al zei... Je zit volop in de lift? Ja, als ik goed in mijn hoofd zit, als ik mijn gedachten goed zijn, dan gaat mijn... Mijn workout is ook goed en dan train ik hard en dan gaat alles zonder zorgen en dan vecht ik ook veel beter. Nou, we zijn benieuwd wat er allemaal komen gaat en vooral op de 23e. Ja, ik zal iedereen laten zien dat William Diender, ik draai al jaren mee, maar ik wil toch nog graag aan iedereen laten zien dat ik nog steeds gretig ben en dat ik van deze sport hou. En
ja, mensen houden van mijn vechtstijl, dat weet ik. En ik wil ook iedereen laten zien dat ik er nog aanwezig ben. En dat ik nog zeker een mannetje kan staan.